We schakelen nu over naar Sakia Kwernina, lid van het college van bestuur. Erika, en dank voor deze bijzondere openbare les Zorg om Naasten. En ik wil ook een bijzonder dank uitspreken voor die aangrijpende en mooie verhalen voor de naasten-experts, ik heb het nieuwe woord geleerd, Lucie, Agnes, Karen en Brigitte. En dank aan de mede-onderzoekers, aan LUMC, EMC en ik weet dat je ook met VUMC samenwerkt, aan hun deelname nu en in de toekomst aan jouw zeer waardevol onderzoek. En alvorens ik mij naar jou wend, Erika, wend ik mij even aan alle deelnemers aan jouw openbare les op dit moment. Omdat ik graag al die deelnemers even wil meenemen in de context van en positie van praktijkgericht onderzoek binnen de Hogeschool Rotterdam. En in het bijzonder jouw praktijkgericht onderzoek, jouw onderzoeksvoorstel zoals je dat vandaag met ons gedeeld hebt. Voor diegenen die de Hogeschool Rotterdam niet kennen, wij zijn een kennisinstelling met 40.000 studenten. 40.000 jonge mensen en wij noemen onszelf soms het dorp in de stad Rotterdam. En wij staan voor hoogwaardig en inclusief onderwijs in de context van de stad Rotterdam. En middels ons praktijkgericht onderzoek ontwikkelen wij ons onderwijs. En daarvoor hebben we een aantal kenniscentra, waarbij het kenniscentrum Gezondheid en Zorg en ons instituut van gezondheid een van de grootste zijn in de Randstad. En Erika komt uit het instituut, dus die komt uit het vak van het onderwijs. En heeft daar, en dat hebben jullie ook in haar verhaal gehoord, hè, is daar ook geïnspireerd door studenten om uiteindelijk ook de stap naar het lectoraat over te zetten. En als we kijken naar ons contextrijke, naar ons praktijkgericht onderzoek, dan streven wij naar een aantal dingen. Wij streven ermee om te werken naar, zoals wij dat noemen, de reflectieve professional. Een professional die elke keer kijkt naar wat er gebeurt in de ontwikkeling in het zorgdomein. Nou, werd net al aangehaald dat de zorg soms nog aan het zoeken is naar de rol en de positie van de naaste. Een rol die heel divers is en die zich ook steeds verder aan het ontwikkelen is in de participatiemaatschappij, waarin wij sinds een aantal jaren met z'n allen middenin zitten. En ik ben ervan overtuigd dat het onderzoek van Erika hier een grote en belangrijke rol, samen met alle andere onderzoekers in dit veld, een grote bijdrage in zal hebben. Dus die reflectieve professional is een belangrijk doelstelling van het werk wat we doen en de bijdrage van het lectoraat, zoals Erika dat vandaag bij ons voorstelt. Het tweede wat wij graag nastreven met ons praktijkgericht onderzoek is om dat zo cross-sectoraal mogelijk te doen. En in de presentatie zoals we dat zojuist al hoorden en in de grote ambitie die Erika ook nastreeft, hebben jullie al gehoord dat ze van nadenken over wat het betekent voor interventies, inzet van artificial intelligence, het ontwikkelen van theoretische modellen, maar ook het werken met professionals aan bijvoorbeeld de welzijnskant, de technologiekant, een belangrijke positie in haar onderzoek heeft gegeven. En dat juich ik van harte toe. Ik ben uitermate trots dat ze die breedte ook heeft gezocht in haar onderzoek. En last but not least, en ik kan me herinneren, ik heb een openbare les nog geen 2 weken geleden, Erika, van een collega van jou. En die heb ik hem ook maar overgenomen, want ik denk dat we dat gewoon ook moeten doen. Is dat we er als hogeschool ernaar streven om als een van de eerste hogescholen ons te betitelen als Compassionate University of Applied Science. Nog steeds op zoek naar die Nederlandse term, maar die gaan we vinden. Maar dat is een belangrijke om ook te zeggen, te melden naar de kijkers van deze openbare les. Want uiteindelijk, hetgeen wat je hier nastreeft, met zorg voor naasten, is daar gewoon spot on. En dan wil ik als laatste, en dan wend ik mij aan jou Erika, het formele moment, wat een beetje ongemakkelijk is in deze digitale tijd. Maar ook zorgverleners en mantelzorgers hebben met deze interactie van doen.
wil ik me richting jou wenden, Erika. Het formele moment. En in dat formele moment, normaal gesproken hadden we nu tegenover elkaar gestaan. En had ik jou een bos bloemen en het een en ander kunnen overhandigen. Maar ik doe het nu even puur en alleen met tekst. Hierbij spreken wij als college van bestuur ons volste vertrouwen uit in jouw onderzoeksvoorstel. En kijken wij uit naar de resultaten. En voordat ik dit praatje afrond, heb ik op jouw verzoek nog meegekregen, en dat wil ik niet vergeten, want dat vind ik heel belangrijk, hè? Dat je met deze openbare les eigenlijk ook naar het openbare debat duidelijk wil maken dat wij ons niet alleen maar zorgen moeten maken over een tekort aan zorgverleners en aan de breedte waarin die zorgverleners inmiddels opgeleid moeten worden, maar dat wij ons in het publieke debat ook moeten uitspreken over het tekort aan mantelzorgers. En daarmee, Erika, wens ik jou en je team heel veel succes in je openbare les. En kijk uit naar de resultaten in de komende tijd. Waarvoor dank. Hartelijk dank.